Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuws- en ook historie-update van vandaag, 7 december 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag is er nieuws en de historie nog steeds over Heath en daarnaast de Samos en SSTV. Ik was overigens vanavond heel laat thuis, dus ik ben nog niet zeker hoe lang de uitzending vandaag zal zijn en ik hoop dat die op tijd is. Ik had het vanochtend met een paar mensen over opnieuw een keer data aan de uitzending toevoegen, maar ik moet dat plan helaas nog even laten wachten. Ik heb wel een testbestandje gemaakt om te demonstreren dat het werkt. Dat bestandje zal ik vanavond op www.pnlete.nl plaatsen met wat informatie en een watervalbeeld erbij voor mensen die willen weten hoe het werkt. Vergeet trouwens niet om de enquête over de Daily Minutes in te vullen als je Facebook hebt. Deze enquête staat op de pagina van Hobbyscope op Facebook sinds vanmiddag. Ik denk dat de reacties die er nu staan vooral de reacties van Facebook-bezoekers zijn en of ze nou luisteraars zijn of niet. Maar de luisteraars moeten natuurlijk ook gehoord worden. Heb je geen Facebook, maar wel een account op centamateur.com, dan kan ik desgewenst dezelfde enquête ook op centamateur.com plaatsen. Volgende een paar nieuwsberichten. Ik meldde gisteren al de SSTV-uitzendingen door de Russische zendamateurs en het ISS die morgen, donderdag en overmorgen vrijdag plaats zullen vinden als onderdeel van het Moscow Aviation Institute MAI-75-experiment door RS-0-ISS op 145-800. Op donderdag vinden de uitzendingen plaats tussen 12.35 uur en 1800 UTC, dat is wintertijd minus 1 uur, en op vrijdag tussen 12.40 en 1800 uur UTC. Uitzendingen gebeuren zoals de SSTV op PI2 NOS in deze uitzendingen, dus je kunt ze op dezelfde manier ontvangen. Vrijwel zeker vinden de uitzendingen plaats in PD120 of PD180. Er zijn diverse sites en apps die de actuele positie van het ISS aangeven. ERRL.org noemt de site ISSFanclub.com. ISS Fanclub is aan elkaar geschreven. Radio Vaticaan heeft alle uitzendingen op de middengolf, die waren op 1260 en op 585 kHz vanuit Rome en Latium, op 30 november jongstleden beëindigd, zo melden meerdere bronnen. Ja, en dan een iets korter deel 27 vandaag over de historie van Heathkit nog steeds. In het begin van de 60e jaren schakelden de zendamateurs op de korte golf massaal van AM over op enkel zijband als belangrijkste modulatiesoort. Dat leidde ertoe dat ook amateurapparatuur moest komen waar SSP niet een optie was, maar die speciaal voor het gebruik van enkel zijband was ontwikkeld. Ook in die tijd was er al een trend bij de steeds opeenvolgende apparatuurgeneraties naar telkens kleinere en lichtere apparaten. In 1964 brachten zowel Drake, Collins als Heathkit amateurapparaten uit die op één band werkten. Bij Heathkit waren dit de HW12 voor 20 meter, de HW22 voor 40 meter en de HW32 voor 75 meter, die in die regio tot 4 MHz loopt, die laatste band. Als nieuwe topmodellen van het merk werd de SB-serie gelanceerd, die duidelijk geïnspireerd was op de S-line van Collins. Net als bij de Collins-apparaten waren deze nieuwe producten ontworpen om in verschillende combinaties van apparaten als systeem te werken. De eerste modellen uit de SB-serie verschenen in 1965 in de Heath-catalogus als vervanger voor de veel grotere apparaten die naar de stammen genoemd waren. In combinatie met elkaar gebruikt werkten de SB-300 ontvanger en SB-400 zender als een transceiver. De SB-lijn had eigenschappen van de S-lijn van Collins, zoals kristalfilters voor de bandbreedte en een 1 kHz verdeling op de afstemschaal. De apparaten konden ook los van elkaar gebruikt worden als een optioneel kristallenpakket geïnstalleerd was in de zender. Dit laatste gaf de mogelijkheid van splitwerken, wat toen anders dan nu gebruikt werd om met buitenlandse amateurs verbinding te maken die niet in de Amerikaanse bandsegmenten mochten zenden. Ook de ontwerpstijl, de knoppen en de afstemvertraging waren overduidelijk op die van concurrent Collins geïnspireerd. De Heathkit-apparaten waren als bouwpakket en minder zwaar van uitvoering dan de Collins-tegenhangers echter veel goedkoper. Het zender-ontvangerpaar werd geïntroduceerd voor de pakketprijs van $590, wat overeenkomt met $4700 in tegenwoordig geld. Een bijpassende SB200 lineaire versterker van 800 watt uitgangsvermogen voor beide apparaten werd ook in 1965 geïntroduceerd. Morgen verder over de SB-reeks en ook de latere halfgeleiderapparaten van Heath. Denk nog even aan de enquête die ik ze pas noemde op Facebook bij Hobbyscope.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.